beekje, want in oppervlakte is het niet groot. De specialiteit op onze boerderij is rabarber. Juist. We kweken er daar heel wat van. We kweken daar van plantgoed op, dat heb je wellicht al gemerkt op koer. En straks ga ik dat allemaal proberen aan u uit te leggen hoe dat we dat aanpakken. Maar Katrien heeft voor jullie rabarbertaart gebakken. Jawel, dat is om in de sfeer. Goed. Koffie, voorbij het stukje rabarbergebak en dan straks na de koffie neem ik opnieuw het woord om ons bedrijf in zijn geheel aan u voor te stellen, want we kweken wel meer dan rabarber alleen en om dan voorzichtig in te zoeken op de rabarber. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst de koffie. Als het goed is, zou ik graag beginnen aan de uitleg. Ik heb eigenlijk de gewoonte om vooraleer dat ik echt over ons bedrijf begin, toch kort te situeren waar jullie hier aanbeland zijn. Want Katrien vertelde mij dat jullie uit Zwevenzeele komen. Ja, dat is niet meteen in de buurt. De chauffeur heeft dat goed gevonden, van eigens. En ja, we zitten hier bachtende kuppen. Dat zeggen jullie waarschijnlijk iets. Alles wat achter de IJzer ligt, heet bachtende kuppen. Dus dat wordt hier het plateau van Nissenberg genoemd. Een plateau, dat betekent dat we hoger zitten dan alles wat dat er rond ligt. En dat klopt. Van de week starten we met rabarberoogst. Vandaar dat ik echt wel durf te zeggen dat we jaar rond aan het oogsten zijn. Rabarber, knolvenkel en veldsla. Dat zijn meteen de drie belangrijkste groentesoorten op onze boerderij. Dus ons bedrijf in zijn geheel is niet groot. Ik zei het al in het begin, ons bedrijfje. Wij wonen, werken, leven, laten we zeggen, met ons gezin op 4 hectare. En op de dag van vandaag, in land- en tuinbouw, is dat een klein bedrijf. Als we dan plukken in die Goliath, dan is dat kaalpluk. Alles af. Dat is hier van Hester. Ja. Is er al een kartje? Nee. Dat is van hier Hester, ja. En die hier, dat zit niet in al zijn coating. Ja, die is van 1 april. Ah ja. En die moet je nog een beetje. Ja, moet nog een beetje rekenen. Hoe ligt het over die verser? Wat zeg je? Hoe ligt het verser? Ah ja. Dat is nog de deze van zolder.
Thank you.